Mustafa Saimak, een verdiend punt hier in Eindhoven. Ja, verdiend. We hebben goed gespeeld. Ik denk dat het verdiend is. Ik kwam er vroeg op achterstand. Was het daarna moeilijk om onder de druk van PSV uit te voetballen? Ja, eerst 10 tot 15 minuten had het wel lastig, eerlijk gezegd. En toen viel ook binnen 2-3 minuten viel ook een goal van in. Dus ja, dat is natuurlijk kut beginnen. Maar we herstelden het goed. Maar we maken volgens mij nog heel snel de 1-1. En hadden nog een aantal kansen om de 2-1 te maken. Ja, de eerste helft daarop volgend, zeg maar, was wel het spel van Zwolle kwam er wel weer uit, hè? Ja, de eerste helft speelden we ons eigen spel. De eerste helft speelden we gewoon goed. Ja, de tweede helft was het minder, omdat het, dan moet je meer tegenhouden, vind ik zelf. En het werd gewoon ook moeilijker te bespelen. Zij zetten gewoon echt heel erg druk. En het begon te regenen. Dus dat heeft bij mij zelf een nadeel. Hey, jullie gaan dan in rust in. Wat wordt er dan besproken? Wat wordt er besproken in de rust? Dat we gewoon zo door moeten gaan. En op de punten die we nog beter moeten doen, daar wordt nog op gecorrigeerd eigenlijk. Ja, je speelt sinds de wedstrijd tegen ADO Den Haag weer op nummer 10. Het is wel een flinke verbetering, hè? Dat is wel te zien, ja. Vanaf de rechts kwam het niet echt uit. Op zich, het ging wel, maar niet als hoe het hoort eigenlijk. En ja, vorige week was ik geblesseerd tegen AZ, dus toen kon ik jammer genoeg niet meedoen. Maar tegen ADO ging het goed en volgens mij ging het vandaag ook aardig. Ja, je zet die aanval voor de 1-1 op, in de eerste helft nog een schot op de lat. Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, ik had het met de trainer nog een beetje over. Het is nog steeds net niet, eerlijk gezegd. Want ik heb nog niet echt het geluk dat het net wel onderkant lat is of niet. En in de eerste helft zou ik ook belangrijk kunnen zijn als de scheids rood geeft aan Rikkie. Dus dan had ik nog een grotere rol kunnen spelen.